De meteorenzwerm De Liride passeert binnenkort de aarde en er zijn dan extra veel vallende sterren te zien. De nacht van zondag 23 april op maandag 24 april is het beste moment om te gaan kijken. Er zijn dan met het blote oog soms wel 15 vallende sterren per uur te zien. Een meteorenzwerm, zoals bijvoorbeeld de Liride, bestaat uit stukjes ruimtesteen. En deze komen met een zeer hoge snelheid onze dampkring binnen. De gemiddelde snelheid van zo'n vallende ster is soms wel 170.000 km per uur. De beste kijkperiode is zondag in de late nacht, rond 5 uur. En zorg dat je er vroeg bij bent, want om 5:15 begint het alweer met schemeren en wordt het al snel moeilijker om iets te zien. En? Ga jij je wekker zetten? Laat het ons vooral eventjes weten in de comments. En in dat geval, fijne sterrenjacht!